wil ik u echte, eerstehandse informatie geven over de wapendiefstallen. In mijn procesverbaal heb ik aangegeven dat vermoedelijk Walter de emergency sleutel heeft kunnen bemachtigen. Iets waar we al 10 jaar op een geheime plaats ligt, waar maar 1 persoon van wist, namelijk de First Lady. Waarom? Omdat de sleutels van het omgebouwde magazijn bij mij bleven. Maar mocht het zo zijn dat ik op Galibi ben, of Assiniboine, of in Ikeri, en zij die gerechtigd zijn en over de wapens gaan, de aansprakelijkheid hebben over de wapens, in de wapenkamer willen gaan, dan moeten zij te alle tijden in de wapenkamer kunnen gaan. En dat is het Nationaal Leger en de onderdelen van de wapens zijn daar. En ik ben niet in staat om iemand een patroon te geven, laat staan een, of niet gerechtig, een patroon te geven, laat staan een pistool. De wapens worden door het leger in bijzijn van nationale veiligheid, worden ze geteld. Ze worden gecontroleerd. Ze hebben de periodieke schoonmaak. En ga ze maar door. Men zegt niet van tevoren, ik kom volgende week of over 2 dagen. Men komt binnenvallen en de sleutel moet ter beschikking zijn. Dat zij vrij toegang hebben om alle rommel die in het magazijn zijn aan de kant te zetten. En hun werk naar behoren te doen. Nadat ze dat gedaan hebben, wordt er afgetekend, het gaat naar Bureau Veiligheid en daar wordt verder weer getekend dat dit heeft plaatsgevonden. Nadat het ontzielde lichaam van Walter in de woning waar hij vaak verbleef werd aangetroffen, zijn er ook wapens, delen van wapens en veel munitie aangetroffen. Let wel, veel munitie aangetroffen. Delen van wapens en ook wapens. Daaruit konden we concluderen dat de diefstal gepleegd is door Walter en zijn comparanten. We hebben de aangifte gedaan en ik moet u, en dit is heel saillant wat ik u nu ga zeggen, binnen enkele dagen heeft Lekvouwetakken de ondergrond zich georganiseerd en gezegd, wij sturen deze wapens terug. Het is wel lazy. Ondergrond Taki, de San Nafaligere, de San Abde Nummer, Asano Jou Probleem, Tumsi voor Wapen Tabafeld, we zorgen dat de smakies de wapen bakken. Uiteraard is het een kwestie van vertrouwen. De mensen willen een liaison hebben die zij kunnen vertrouwen. En zij, de regering die over de wapens gaat, wil een liaison hebben die zij ook vertrouwt. En de mensen die zeggen, we kunnen de wapens terugbezorgen, die willen enige garanties hebben. Je brief lee in een brief toe. Na een maand was er nog geen enkele actie ondernomen. Na een maand was er nog geen enkele actie ondernomen om het aanbod te accepteren dat de wapens terug zouden komen in de boezem van het Nationaal Leger. En natuurlijk weet ook het veld dat een heel groot, ik heb het niet geteld, 95-98% bij welke groep de wapens liggen.
Vandaar dat men er niet mee kan komen nog. Maar we leven in elkaar. Kijk hoe lang. Er worden links en rechts een paar mensen opgepakt. Van over het algemeen van een bepaalde etnische afkomst. En je zegt, de man one los a probleem. Men wil in de oplossing van het probleem, wil men doen geloven alsof wij, dan zeg ik, Bouterse, Komswies, lezen een groter praatje, NDP, betrokken zou zijn. Wanneer zij die de wapens hebben, zeggen, doorgeven, wij kunnen het organiseren dat u de wapens terugkrijgt. Hoe kan het dat tot nu toe, men geen pogingen heeft ondernomen om de wapens uit het veld te halen en terug te brengen naar waar het hoort, bij het leger. Erger nog, ik zei u, Ina Ondergrond heeft men natuurlijk, men wil een vertrouwensman hebben en een vertrouwensman, het leger wil ook een vertrouwensman hebben in deze geheime operatie. Toen men akkoord ging over een naam, laten we zeggen Panka. Ja, Panka is bekend daar. Panka is bekend. Panka ex-DNA-lid. Kortom, men motiveert aan waarom Panka. Kreeg de persoon, de liaison, de status van medepleger, of hoe ze dat noemen, van verdachte. En maar dacht je, als dat naar film, dan mijn hands up, want dat zijn niks meer boem. Miwango Jepi, de plotseling mitron, verdachte. Laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Mijn conclusie is dat men de wapens niet wil vinden en dat men allerlei verhalen in de media brengt alsof wij dan tegen zouden werken. Kijkt u maar naar het laatste geval. Ik word als getuige gehoord en naar de politie al 4 keer daar geweest is. Zegt de persoon die het procesverbaal moet opmaken. Ons forensisch team wil weer komen om hun werk te doen. En dit waren mijn woorden. Willen ze straks komen of willen ze morgen komen? Willen ze morgen komen? Geen probleem. Nee. Volgende week woensdag gaan we weer een gesprek hebben, dan kunnen ze ook tegelijkertijd komen. En die volgende week hadden een aantal mensen symptomen en 1 lag in het hospitaal met COVID. Ik moet dat doorgeven. Verluister, ik heb een echte COVID-patiënt. Je kunt nu het telefoon bellen en vragen wie daar en daar en daar ligt. En de rest welke met hem in contact is geweest, want ze werken in ploegen, zijn... In elk geval moeten zij zich afzonderen ter voorkoming van uitbreiding van het geheel. Ten aanzien van wapendiefstal, u bent nu ex-president. Waarom had u nog het beheer over een aantal gevaarlijke wapens? En waarom had u nog een wapenkamer thuis bij u? Met betrekking tot de wapens, ik denk dat ik kan u niet kwalijk nemen als burger. Ik kan wel de minister kwalijk nemen. Het gezag zet de wapens waar hij wil. De wapens die, niet alleen daar, en niet zomaar in een schuurtje, in een omgebouwde kamer, waar ik u echt wel breekijzer en betel geef om te proberen, waar zijn de wapens weggelegd. Dat zijn militair tactische zaken, ook bij BNV. Het enige is,
dat bij de overdracht moet de man van het leger kunnen zeggen, op dat punt, minister van Defensie, zitten er zoveel wapens, zitten er die en die wapens met die en die nummers. Het heeft niks te maken met Bouterse, het heeft te maken met een stuk inzicht hoe de opperbevelhebber van het leger denkt om zijn spullen tactisch en strategisch weg te zetten. Kunt u zich herinneren wanneer voor het laatst is dat het Nationaal Leger de wapenkamer heeft bezocht bij u thuis of daarover met u gesproken? En twee, heeft u ooit eens in de geheime gesprekken met president Santokki over deze wapens gesproken? Binnen de structuren van zowel het leger als binnen de structuren van de nationale veiligheid, of het nou BNV is of DNV is of CTU, daar wordt alles bijgehouden en daar kan de regering, en dat moet schriftelijk worden vastgelegd. Ik kan niet met de mond gaan vertellen aan X bovendien, ik ga niet over wapens. Zij die over wapens gaan, kunnen geen verhaal gaan vertellen aan welke instantie dan ook. Wanneer zij gaan, moeten zij gedocumenteerd gaan. Dit is de stand van zaken. Dit is de situatie. Dus ik denk dat we, en ik neem het u niet kwalijk, elkaar niet zo goed begrijpen. Wat de wapens betreft, u heeft het over een vijandige houding van de tegenpartij. Wie is in dit geval de tegenpartij? Wat verstaat u onder vijandige houding en waarom heeft het zo lang geduurd voordat de disclosure komt? U zegt net, er is openheid van zaken, ligt van mij verstaan, maar het wordt genegeerd of tegengewerkt, met name de terugverwerven van de wapens. Waar gaat het fout? Kijk, wanneer de justitie bezig is met haar zaak, dan is het niet helemaal kies om tussendoor persconferenties daarover te houden. De zaak wordt wel nijpend wanneer ik zie dat men de zaak probeert in een bepaalde richting te duwen, dat ik de gemeenschap precies informeer van wat er eigenlijk aan de hand is. Ik heb geen tegenpartij gezegd. Ik heb gezegd de regering stelt zich zeer vijandig op. De regering stelt zich zeer agressief op. De regering neemt maatregelen die repressief zijn. En het zijn geen verhalen die boters hier. Ik ben tegen de regering. Ik heb u gezegd, de regering laat ik even rusten. Maar ik neem aan dat er een verschil is wanneer eind van het jaar ik natuurlijk als regering schriften en boeken laat aanschaffen dan wanneer ik traangas en rubberen kogels en dergelijke. Dus u begrijpt mij goed. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. U zegt over informatie te beschikken dat de onderwereld of delen van de onderwereld of exponenten de wapens hebben, de wapens willen overdragen. En een hele situatie schetst u. Kunt u begrijpen als gewezen president dat je niet in onderhandelingen treedt met, als er nou terroristen zijn of zware criminelen? Want wil dat zeggen, omdat het legerwapens zijn, is het oké dat je ze afgeeft zonder consequenties. Maar als het geen legerwapens waren, dan was het oké. Begrijpt u misschien een situatie waarbij mensen zeggen van nee, we willen geen deal sluiten met de onderwereld. We willen de wapens oppakken en de mensen waar die wapens zijn, insluiten. U haalt een voorbeeld aan waarbij wordt aangegeven, wij kennen het model van onze Amerikaanse vrienden, wij dealen niet met terroristen. Ik zeg, we zijn hier in Suriname en ik zeg, er zijn wapens ontvreemd en er zijn mensen die de wapens terug willen brengen. Wil je ze terugkomen of wil je dat de mensen eerst vluchten?
Of wil je dat de mensen eerst de wapens wegdoen? Of wil je die mensen de wapens elders verkopen? Niet de onderwerpen. De onderwerpen. Ik heb gezegd, een liaison tussen een intermediair, goed bevonden door de regering, en een intermediair, goed bevonden door die gasten, die een plan kunnen uitwerken om de wapens uit de gemeenschap te halen. Klaarblijkelijk vindt u van nee, de wapens zijn in de gemeenschap, dan moeten ze daar blijven. Dan krijgen we een gevaarlijke situatie. Ik heb er dus een andere mening over. Waarschijnlijk hebt u dezelfde mening als de regering. En dat kan. Iedereen heeft zijn eigen mening. Heb ik uit die woorden geproefd dat nu er een soort verdachtmaking komt tegen een bepaalde persoon, dat de mensen de wapens niet meer terug willen geven? Is dat wat ik uit die woorden moet begrijpen? En in het verlengde daarvan, waarom droppen de mensen de wapens niet ergens en zeggen van regering, u kunt ze daar gaan halen? Dat is de eerste vraag. Nog een keer. Dat de mensen die de wapens hebben, dat ze het ergens, weet ik veel, misschien in een bos achterlaten en zeggen regering, u kunt het daar gaan halen. Ook een mogelijkheid, of zie ik het te simplistisch? Kort. Nadat de wapens waren ontvreemd, hebben Surinamers toch wel beseft van we willen de wapens terug. De een zegt ja, maar ik deel niet met mensen. Men heeft gezocht naar een liaison. Want je gaat niet zomaar, je kan hoef van de veiligheid niet gaan sturen om met een of andere bekende, halfbekende, ondergrondfiguur te gaan dealen. Dat begrijp ik wel, dat zou niemand doen. Maar er zijn figuren, als die ondergrondfiguur zegt, luister, ik wil dominee X of dominee Y, we gaan een deal maken. Dat was de zaak allang opgelost. Mijn probleem is, waarom is kort nadat het is aangegeven. Nu zeggen de mensen van luister, de liaison die zou komen, begin je te verdachten te noemen. Die liaison heeft gezegd, luister nou, geef me portie maar aan Vicky, dan neer Playmore. En nu heb je een situatie en we kunnen procesverbaal slaan van hier tot Tokio. De wapens hebben we niet. En wat hadden we liever? Hadden we liever dat we de wapens weer, of een grote delen weer in het leger hadden? Of dat we zeggen van, we laten de zaak zo. Het probleem is, bekend zoals ik eerder zei, dat men weet in welke richting men de wapens zou moeten zoeken. Maar als je na een maand, en dan maar zeg ik maar, ik heb begrepen dat mensen wilden geven, maar nu hebben mensen gezien hoe je omgaat met zaken. Luister, dan wil ik niet meewerken. Bekijk je zaak dan maar zelf. Dan zou, ik denk dat dat de situatie die op het ogenblik is. Om hoeveel wapens gaat het? Het aantal wapens buiten. Welke wapens zijn buiten en bij wie zijn die dingen? Dan komt u vragen aan Star News, want Star News had ze allemaal gepubliceerd. Dus ik ken ze niet uit het hoofd. Ze zijn niet voorgekomen in mijn procesverbaal. Ze zijn wel voorgekomen in andere procesverbaal. En ik heb begrepen dat ze in het nieuws zijn. Dus tenzij u geen Star News liep, want er stonden wel in Star News. U zegt, u vermoedt dat uw kleinzoon die wapendiefstal heeft gepleegd met zijn vrienden. Brengt u het overlijden van uw kleinzoon in verband met die wapendiefstal? Denkt u dat hij daarom de hand aan zichzelf heeft geslagen? Als je het aan mij vraagt, ik denk dat de wijze hoe wij hem de laatste tijd hebben opgevoed, hij zoveel respect en zoveel liefde had voor mijn vrouw en ik, dat hij op een bepaald moment dat stuk niet kon overbruggen. Helaas. Daar denk ik, want ik kan niet met hem erover praten. Ik denk dat dat inderdaad een motief zou kunnen zijn. U wordt al heel lang in verband gebracht met wapens. U heeft als jonge sergeant
in de jaren 80 de wapens opgepakt. Uw zoon zit in Amerika in de gevangenis wegens wapenhandel. En uw kleinzoon is in verband met wapens ook nu, heeft nu ook het leven gelaten. Ziet u een verband daarin? Voelt u zich deels verantwoordelijk daarvoor? Ik voel me echt niet verantwoordelijk voor de... Het is pijnlijk, de kwestie die u daar aanhaalt, ten aanzien van mijn zoon en mijn kleinzoon, is pijnlijk. Het kan verkeren in het leven, madame. De Maikara is een tessie. Ze hebben een beproeving. En hoe hard ben je als je inderdaad het gevoel hebt dat je een bijdrage moet leveren? Hoe hard ben je dan om alsnog door te gaan? TVK program Imro Nasrullah, yo Rotterdam ke Rahinewalahe, the Cloud TV per Savi Bollywood, Pakistani channels, aur ese bahut se channels, Savi khas Suriname ka channels, Savi Suriname ka news, jo ye khas decoder pe logo ko milta hai. To is par Radio Studio Sangam ka program bhi aap log sun sakte hain. Cloud TV ke zariye se, Cloud TV jisme sabhi Asian channels hote hain aur beshak Suriname ka aur यानी कि सुरनाम का सभी चैनल्स है और सभी बॉलीवुड है सभी पाकिस्तानी मजहबी धार्मिक चैनल्स है जो लोग खास तौर से देखने चाहते हैं सुनने चाहते हैं रेडियो भी होते हैं जिस पर रेडियो स्टूडियो संगम का प्रोग्राम भी आप सुन सकते हैं बेशक क्लाउड टीवी पे क्लाउड एक का के साथ का एल ओ यू डी टी वी क्लाउड टीवी सही वाला नहीं बल्कि का जो है का एल ओ यू डी क्लाउड टीवी के जरिए से आप रेडियो स्टूडियो संगम का प्रोग्राम भी सुन सकते हैं।